Hey yo mensen, welkom bij alweer aflevering 2 van Let's Play Assassin's Creed nummer 1. Ik hoop dat jullie allemaal een goed begin van de week hebben gehad. Dus maandag, ja, begin van de week toch? Dus ja, het zal wel chill zijn als jullie een beetje een leuke begin hebben gehad. Meestal is het begin het allerbelangrijkste. There's any key in track. We zitten nu in de, zeg maar, de wereld van nu. Ik weet niet wat we moeten doen. Er staat ook niet echt iets wat we moeten doen. We kunnen nu hier ergens gaan kijken of we proberen mee te luisteren. I know the accident has everyone on edge. Which is why there's no time to coddle him. If you push him too hard, he'll shut down. And then we'll have nothing. We have nothing now. But we will. You just need to have a little faith. Fine. But I want you thinking of ways to improve his staying power. We can't afford to stop every time the man breaks a sweat. It's bad enough we have to traipse through all of these useless memories. I'll do what I can. Oké, ik kon er niet heel veel van verstaan. Ik hoorde wat gebrabbel. Dus ja. Shit, mensen. Ik word wel erg laat. Gek van mijn eigen. Dus ja, ik snap dat jullie er dan ook even gek van kunnen worden. Maar. Ik heb het mezelf wel aangeleerd op een of andere manier. Beetje stom. Beetje jammer. Kunnen we niet zo heel veel aan doen. Soms dan doe je dat. En ik heb nu eigenlijk geen idee wat we moeten doen. En dat is zonde van onze tijd. Zit hier niet eens pauze te houden? Ik dacht dat ze hier pauze zouden houden. Maar kijk, daar zijn ze alweer. We're done for today, Mr. Miles. I suggest you return to your room and get some rest. Oh, ik kan ook niet verder lopen. Ik dacht ik probeer weg te rennen, maar ja, dat kan dus niet. We mogen niet wegrennen. We zitten vast. Hoor. De deur gaat automatisch alsof ze ons kunnen zien. Zit die ergste sensor waarschijnlijk. Damn it, they locked the door. En ze doen de deur op slot zodat we er nooit meer uit kunnen komen. Nee, nooit meer. Tot de volgende ochtend natuurlijk, want dan hebben ze ons weer nodig. Dan kunnen we even lekker slapen op dit lekkere bedje. En wat is dat? Huh? Oh, de volgende ochtend. Wow! Dat lijkt me raar wakker worden. Creepy doc. Waking up to you standing over me. You've been watching me sleep? We're always watching you. Now get up. We've got a lot of work to do. Ooh, wonder who I get to kill today. Don't be so cavalier. Your ancestors almost had the right idea, Mr. Miles. If the deaths of a few people, evil people, no less, could save the lives of thousands more, well, it seems a small sacrifice. What do you mean, almost? They didn't go far enough. To use a rather tired analogy, corruption is no different than cancer. Cut out the tumors, but fail to treat the source and... Well, you're buying time at best. There's no true change to be had without comprehensive, systemic intervention. Chemo for the masses. Education. Re-education, to be more precise. But it's not easy, and it doesn't always take. Let me guess. You've got a better solution. What is it, then? Now that would be telling. Okay, doctor. Oké. Nou, dan gaan we weer in de Animus zitten. Die mensen, maar even eerlijk. Het zou toch veel chiller zijn als je zo wakker wordt dat Lucy voor je zit. In plaats van die creepy ass dokter. Ik denk dat je dan nog best wel fijn wakker wordt hoor. Lijkt me een stuk fijner als die oude kerel voor je. Ja, het idee. Oh. We gaan weer terug naar de Assassin's tijd. But I saw you stab me. Felt death's embrace. You saw what I wanted you to see. And then you slept the sleep of the dead. Of the womb. That you might awake and be reborn. To what end? Do you remember, Altair, what it is the assassin fight for? Peace, in all things. Yes,
in all things. It is not enough to end the violence one man commits upon another. It refers to peace within as well. You cannot have one without the other. So it is said. So it is! But you, my son, have not found inner peace. It manifests in ugly ways. You are arrogant and overconfident. Were you not the one to say that nothing is true and everything is permitted? You do not understand the true meaning of the phrase, my child. It does not grant you the freedom to do as you wish. It is a knowledge meant to guide your senses. It expects a wisdom you clearly lack. Then what is to become of me? I should kill you for the pain you've brought upon us. Malik thinks it only fair. Your life in exchange for his brother's. But this would be a waste of my time and your talents. You'll see you have been stripped of your possessions, your rank as well. You are a novice, a child once more, as you were on the day you first joined our order. I am offering you a chance at redemption. You'll earn your way back into the Brotherhood. I assume you've something planned. First, you must prove to me you remember how to be an assassin. So you'd have me take a life? No. Not yet, at least. For now, you're to become a student once again. There is no need for this. Others tracked your targets for you, but no more. From today on, you will track them yourself. If this is what you wish. It is. Then tell me what it is that I must do. We have been betrayed. Someone was assisting Robert de Sable. One of our own. You must find him and bring him here for questioning. What can you tell me of the traitor? Ah, but that's just it. I've given you all I will. The rest is up to you. Okay. We zijn nu dus eigenlijk wel alles kwijt. You have been demoted. Nee. Recruit. Naar een beginneling. Okay. Dan gaan we nu eventjes weer zorgen dat we iets hoger worden. Okay, we zijn echt alles kwijt. Lost ability to dit. Dadelijk kunnen we amper lopen, joh. Godverdorie. Okay, we kunnen nog wel rennen, gelukkig, als we buiten zijn. Dus dat scheelt dan sowieso. We kunnen ook nog sprinten. Ja, we kunnen ook nog sprinten. Nou, dan valt het op zich nog enigszins mee. Safety and peace, Altair. You're in my way. Yes, Al-Mualim has asked that I assist you. Remind you how it is we hunt our prey. I know how it works. Be that as it may, I have no desire to disobey. Then be quick. The Assassin have many tools at their disposal. Yes, yes. We can eavesdrop, we can pickpocket, or we can use violence to intimidate. Good, you remember. So you'd have me walk amongst the others and learn what I can about the traitor? Yes. Begin by going to the village market. That's where we first spotted the traitor. You know who it is? Perhaps. Then give me a name and let's be done with it. That's not the way it works. Now go. And remember, begin your search in the village market. Okay, ze gaan ons ook gewoon echt als een hond behandelen hier ook. Ja, op zich ook best wel gelijk, want we hebben ook echt schaamte naar de Brotherhood gebracht. Schaamte, we moeten ons diep schamen hier ook. Dus ja, we gaan naar de market. Naar de markt in het Nederlands. Eigenlijk lijkt het best wel op elkaar. Market. Markt. Maar goed. Soms zeg je gewoon in één keer een Engels woord en dan denk je, oh ja, Nederlands praten. Of andersom. Heb je ook wel eens. Dan ben je aan het Engels praten tijdens school of zo. En dan begin je in één keer Nederlands te babbelen. Dan denk je, oh shit. Dat had niet gemoeten. Maar ja. Dat kan gebeuren. Het is allemaal gewoon menselijk natuurlijk. Oké, we zijn bijna bij de markt aangekomen. En nu gaan we gewoon heel netjes sneaky op de bankje zitten. En we doen zo. En F. I know what I saw. Busun opened the gate. He let the Templars in. Then you must tell Al-Mualim. I can't. Busun did not act alone. Someone inside the fortress helped him. What makes you say this? He exchanges letters with someone inside. The basket weaver carries them for him. That's no reason to stay silent. Ah, but the weaver delivered him a letter just before the attack. I suspect it held the order to open the gate. Then speak to the weaver. He can name Masun's accomplice. He's disappeared. Hiding for fear of being dragged into this.
probably inside one of his own baskets. Okay, hij zit waarschijnlijk dus in een van zijn eigen manden. Tenminste, nou niet de persoon die we moeten vermoorden, maar de persoon waar we het volgende puzzelstuk kunnen vinden. Wauw, dat klonk wel echt vet. Oké, laten we dus nu weer eventjes rennen naar de volgende locatie. Die is dus hier. Nou, dan gaan we op dit bankje zitten. Oh, we moeten nu een pickpocket missie doen. Please, just one. We lost everything in the attack and have no place to store our grain. I can't right now. I'm busy. Is this about the letter? What letter? The letter you received when I got here. Bad news? I don't know what you're talking about. Listen, I'll see what I can do, but please, I need to be alone right now. Come back later. As you wish. Oké, we gaan nu dus pickpocketen. Ik heb geen idee hoe, maar we kunnen vast wel iets fixen. Oh, met shift. Oh, dat was wel heel erg makkelijk. Nee, je bent hem kwijt hoor. Deze ben je kwijt hoor. Kun je vergeten. Heb ik even gejat. Dat hij dat niet door heeft eigenlijk. Dus dat best wel skim, maar ja. Het is niet heel erg voor ons. Het is eigenlijk wel relevant voor ons. Maar ja, als hij ons had betrapt, dan waren wij natuurlijk gewoon nu de zaak geweest. Had hij boos op ons geweest, waren we nog een keer onze rang kwijt geweest. En waarschijnlijk gewoon ons leven. We stand upon the threshold between this world and a new one, a better place where all might live as equals. But men like Al-Mualim would see this dream destroyed. I see the way you look at me. Hear the things you say. A traitor? I'm not a traitor. It's Al-Mualim who's betrayed us. 2 days' attack was but the first. And more will follow unless you repent. Give up your wicked ways. Rise up against the madman. Ik vraag me af waar deze kerel mee bezig is, hoor. See through his lies. To a secluded place. Oké, we moeten een beetje naar een sneaky ass place gaan dus. Place. Zie, daar doe ik het alweer, hè. Naar een beetje een verborgen plaats. Place. Soms doe je dat gewoon. Je doet het meestal ook gewoon onbewust, hè. Engelse woordjes praten in Nederlands. Dus ik vind het niet zo heel erg. Ik vond het wel grappig. Maar ja, dan probeer je het niet te doen en dan doe je het nog een keer. Dat vond ik jammer. Ja, niet zo heel erg jammer natuurlijk. Voor mij zijn we al bijna bij die secluded place. Want deze man gaat hier helemaal naar een plek waar ik niet zou gaan staan als ik problemen heb met mensen. Oké, nu gewoon mappen die handel. Huppakee. I yield. Speak quickly then. I've no interest in your games. Why did you betray us? And who do you serve? We serve the Templars. You should too. Their cause is just. We? Jamal. He told me of their plans. Asked me to open the gate. You betrayed us. We, who called you brother and kept you safe from harm. I did what I believed was right. And if you must kill me for it, so be it. I am not afraid to die. Your fate is not for me to decide. It's Al-Mualim who will judge. Fast forwarding memory to a more recent one. Okay. You stand accused of betraying our brotherhood and opening the way for our enemies. How do you answer to these charges? I deny nothing. I'm proud of what I did. My only regret is that they failed. I offer you a chance to repent, to renounce the evil in your heart. It is not evil in my heart, but truth. I will not repent. Then you will die. Zo, lekkere pijnlijke dood hier. You did well, Altair, and have earned the right to carry a blade once more. What will become of the one who helped him? It remains to be seen. Some do ill out of ignorance or fear. These men can be saved. Others suffer from corrupted wills, their minds poisoned and twisted.
These men must be destroyed. Soon enough, we'll know what sort of man Jamal is. I've passed your test, then. What now? Oh, my child. We've only just begun. I hold here a list. 9 names adorn it. 9 men who need to die. They are plague bringers, war makers. Their power and influence corrupts the land and ensures the Crusades continue. You will find them. Kill them. In doing so, you'll sow the seeds of peace, both for the region and for yourself. In this way, you might be redeemed. 9 lives in exchange for mine. A most generous offer, I think. Have you any questions? Only where I need begin. Very well. Ride for Damas. Seek out the black market merchant named Tamir. Let him be the first to fall. Be sure to visit the city's assassin bureau when you arrive. I'll dispatch a bird to inform the Rafik of your arrival. Speak with him. You'll find he has much to offer. If you believe it best. I do. Besides, you cannot begin your mission without his consent. What nonsense is this? I don't need his permission. It's a waste of time. It's the price you pay for the mistakes you've made. You answer not only to me, but all the Brotherhood as well now. So be it. Take your equipment and go. Prove that you are not yet lost to us. Eigenlijk hebben we die Hidden Blade ook nodig, hè? Ja, die hebben we ook weer. Zagen jullie dat die vogel ging gewoon door het glas heen vliegen? Dat is wel echt een magische vogel. Maar ja. Kunnen we weinig op aanmerken. Het is gewoon een hele coole vogel. Ik bedoel, vogels die door het raam, niet door de raam trouwens. Volgens mij is het raam tenminste. Altair, it seems my students do not fully understand what it is to wield the blade. Perhaps you could show them what you know. Oh. Vast wel. Ja. Oké. Ja. Oké. Ik moet even wachten. Maar ik zie gewoon. Ja, we zitten hier gewoon. Dat is 0 to attack. Ja, dat klopt. En hij aanvalt, kunt mij ook gewoon aanvallen en zo. Oké. Okay. We zijn hartstikke in de druk bezig, want we moeten nog 9 mensen killen. Ah, deze tutorial hebben we helemaal niet nodig. Ik denk overbodig. Fight train. Ja, we gaan nu onderweg naar ons gebied toe, waar we heen moeten om de nieuwe persoon op de lijst te vermoorden. En hoeven we er nog maar 8. Dat is trouwens wel heel veel hoor, we moeten de 9 killen. Ik denk dat nog wel even gaat duren. Maar het is wel vet. Super cool eigenlijk. Gelukkig hoeven we niet alles te lopen. We hebben namelijk ook een paard straks. Tenminste, als ik het me goed herinner, krijgen we straks een paard ergens. Aan het einde van het dorp, zeg maar. Ja, dit is wel echt een dorp trouwens. Het is niet echt een stad, het is wel klein hier hoor. Dus ik ga het een dorpje noemen, Fortress, wordt het ook genoemd. Mini stad. Oké. Nu kunnen we gewoon rennen. Oh, nee, rennen. En we kunnen in galop en we moeten nog 300 meter. Dat is trouwens wel echt heel erg ver lopen. Nou ja, op zich gaat het best wel snel. Large. Oké, we kunnen dus nu gewoon dit pad gaan aflopen.
En het valt op zich redelijk mee, want we hoeven nog maar 120. En dan zijn we in een open gebied. Of zijn we dan al in de stad waar we moeten zijn? Ik betwijfel het. Ik denk dat we dan net hier weg zijn. Ja, dan zijn we net hier weg natuurlijk. Dan moeten we dan nog super ver lopen. Ben ik bang dan, hè? Ben bang dat we dan nog super ver moeten lopen. Opslaan. Oké. We gaan naar die Eagle Point. Viewpoints. Ik weet niet echt wat we daaraan hebben, maar... What a fool. Ik zal er vast iets aan hebben, anders zouden ze het niet hier neerzetten. Ja, dan kunnen we de map bekijken als het goed is. Als ik het goed heb onthouden. Alweer. Sommige dingen komen langzaam terug. Hè. Dan denk ik van ja, hoe zat het ook alweer? En denk ik van ja, daar was dit voor de map. Bekijken. Dus ja, dat op zich wat chill. Cool. Cool filmpje. En huppakee. Ik zou dit echt nooit doen, hè, van zo'n hoogte. Zie, ik was ook al bang voor. We moeten nog veel verder lopen. Heel veel verder. Nog 1000 meter. Ik denk dat het een meter is, in ieder geval. En dat is nogal wat 1000. En waarom moet je me meteen vermoorden, joh? Dat is fucking agressief. Ik rij alleen langs. Hey, kill him! Kill him! Jezus, joh. Die mensen zijn allemaal niet goed. Willen me meteen vermoorden hier, joh. Waarom gaat ons team dan niet mee, hè? Als we zo weer hard in oorlog zijn, dan vind ik ook wel dat we met meerdere lui moeten komen hier, joh. Ja, vind ik dan, hè. Ik bedoel, ja. Zit hier volop aan het wegrennen. Oh, en dan gaan we ook nog, zeg maar, een stuk teruglopen in de map. Dan zijn we nog langer onderweg. Maar ik snap ook niet hoe we daar anders moeten komen. Dus dit zal de enige weg zijn. Zonde van de tijd. Hier langs. We gaan een dikke berg oplopen, lijkt het. Nou ja, dan gaan we de berg lopen. We zullen vanzelf zien waar we aankomen, natuurlijk. Zal het wel de goede weg zijn, want we kunnen niet... Ik heb niet echt een andere weg gezien. Dus dan zou je denken dat dit gewoon is, punt. Maar dat is niet zo. Want dit loopt gewoon dood. Nou, dan gaan we gewoon ook echt eventjes hier dit... Oh shit. Oké. Nou, laten we deze gaan openen. Kunnen we die openen? Nee, die kunnen we niet openen. Nou, dan gaan we hier omhoog. Even kijken of we hier de weg wel kunnen vinden. Ik bedoel... We moeten de weg wel kunnen vinden. Dat moet mogelijk zijn. En ik hoop dat we ook waypoints gaan vinden straks. Want hardlopen in zulke grote omgevingen dat je... eigenlijk geen idee hebt waar je heen aan het lopen bent. En denk van ja... Ik ben eigenlijk helemaal niet echt nuttig bezig. Dus ja, we zullen straks gewoon wel echt iets moeten vinden, want... Het is anders gewoon niet eens leuk spelen. Gewoon even op M drukken. M, kunnen we op M drukken? M. M, escape dan. Nee, ja, map. Kunnen we fast travelen of niet? Voor mij kunnen we niet eens fast travelen. Nee, dat is niet goed. Oké. Ik moet één keer op dat paard springen.
En dan lopen we weer helemaal terug, want ja, we zijn verkeerd gelopen. Heerlijk, wat een leuk spel, mensen. Ja, oké, het blijft wel een leuk spel, we daar niet van. Dat het meteen niet meer leuk is dat we één keer verkeerd lopen. Maar ik vind het wel een beetje slecht aangegeven. Waar we nu eigenlijk heen moeten. Ik zat al te denken van, we lopen eigenlijk gewoon precies de tegenovergestelde richting. Maar ik zag ook niet een andere route, om heel eerlijk te zijn. Kan het ook aan mij liggen, want we lopen best snel. Maar ik zie hier niet echt een andere... Oh, we moeten hier langs. Misschien moeten we hier wel gewoon langs. Zie, er is wel een andere route en ook een logische route. Dus ja, we zijn gewoon even verkeerd gelopen. Ze hebben natuurlijk ook geen TomTom in deze tijd. Dat maakt het moeilijk. Als we een TomTom hadden, hadden we het precies geweten. Maar het paardje had al gewoon gezegd, over 10 meter moet u links afslaan. Keer om, u rijdt verkeerd. Zou wel makkelijk zijn. Ik zie het al helemaal voor me. Slaat helemaal nergens op. Maar we zijn er wel bijna. Nog 500 meter betekent dat we op de helft zitten. En we hebben onze eerste checkpoint bereikt. Dus als we nu doodgaan door al deze mensen die ons in de gaten houden, hoeven we niet meteen die 1000 meter weer overnieuw te lopen. Maar 500 meter, dat scheelt natuurlijk toch weer 500 meter. Zie al die, deze lui zijn allemaal agressief, joh. Pak hem. Klooiers, pak hem. Ik denk van, jongens, doe even normaal. Heeft helemaal geen nut. Jullie kunnen ook gewoon even rusten. Yes, iedereen zit achter ons aan. We moeten sneller rennen. Onze paard zal ook wel een keer moe zijn, natuurlijk. Dat is een logicaze zaak. Ze zijn allemaal wel eens boe, maar al die lui zitten achter ons aan. Dus hij mag nu gewoon eventjes niet moe zijn. We gaan doorrennen, paardje. Nog 200 meter. Ik denk dat als we voorbij die pilaren zijn, dat we dan, zeg maar, safe zitten. Nog één jump maken en dan zijn we bij onze checkpoint aangekomen. Bij onze locatie. Damascus was het. Als ik het goed heb onthouden, was het Damascus. Dan zijn we bij Damascus aangekomen. En waar moeten we nu heen? Ik denk dat we de stad binnen moeten dringen. Zo, daar wordt iemand daar beneden in elkaar gemapt. Oké, nou ja, dan doen we het op de andere manier. Dit is trouwens ook nog best wel lastig, want er zitten gewoon 3 tegen ons aan te knokken. Oké, ja, 1 tegen 1, jongen, dat kunnen we wel winnen natuurlijk. Hier. Heb je even geholpen? Is dat de laatste van hen? Ik hoop zo. Wow. Still, best not to take any chances. I'll hurry home. Don't think I'll leave it again anytime soon either. You've done me a kindness, young man. Be assured, I won't forget it. These are dark days indeed. Oké, dit kunnen we wel. You want it, I've got it. Deze hulp kunnen we wel gebruiken. Nu kunnen we in ieder geval de stad inkomen. En deze persoon zal ons vaker helpen natuurlijk. Maar ja, wij hebben hem ook geholpen, dus dan helpt hij ons ook een beetje. Hoe noemde je dat ook weer? Een eitje voor een kawaitje of zo? Zoiets was het? Eitje voor een kawaitje, als dat het is aan het slaan. Dat klinkt best wel dom. Een eitje voor een kawaii. Klopt dat? Ik twijfel. Klinkt wel grappig, een eitje voor een kawaitje. Ik vind het wel leuk klinken.
Jongens, waar lopen jullie eigenlijk helemaal heen? Want ik moet hier, weet ik niet heen. Oh, ik moet daarheen, want ik moet deze persoon ook even redden. Oké, hoor. Zitten meteen weer 4 tegen 1 beginnen ze mee steeds, hè? Oké, eentje minder. Eigenlijk is dit best makkelijk. Deze combat is niet eens zo heel erg moeilijk. Maar ja. Je moet het eventjes doorhebben, denk ik. Dan heb je het zo... Ben je zo... Oké, nou dat vind ik mooi dat je dat doet. Oh, dat zijn ook nog van dat soort luiden. Kunnen we de stad in en uitkomen? Dat is een chill iets om te bedenken en te weten. Anders zitten we hier natuurlijk voor altijd gewoon vast, hè. Dat is... Tenminste, dat was niet echt de bedoeling, dus ja. Nou, verder klimmen. Gaan we even kijken wat deze checkpoint, hoe noem je dit? Een uitkijkpunt, in het Nederlands gezegd. Een uitkijkpunt. Dat klinkt ook best wel mooi eigenlijk. Soms denk ik dat de Nederlandse taal best wel... Ja, aan de ene kant is hij best lelijk. Nou, lelijk wil ik ook weer niet zeggen. Moeilijk om te leren. Dat snap ik ook wel. Maar aan de andere kant, soms heb je wel echt mooie woorden. Maar ja... Ik denk dat iedereen andere talen ook mooi vindt. Ik vind Spaans en zo vind ik ook altijd super mooi klinken. Dan denk ik van ja, wij klinken echt zo met de g en zo. Valt dat bij sommige gedeeltes valt dat ook nog best mee. Oh shit man, we worden nu steeds gezocht natuurlijk. Omdat we mensen in elkaar hebben lopen rachen. Nou, laten we dan snel het dak opklimmen, denk ik. Dat kan. Hop jongens, dadelijk gaan ze stenen gooien en zo. Nee, zie dat bedoel ik, dan gaan ze stenen gooien. En dan zijn we de Sjaak. Gelukkig, nu zijn we ze niet kwijt, maar we moeten hier eventjes inspringen. Oké, nu gaan we ze gewoon één voor één killen, denk ik. En nu? Ja, we gaan hier gewoon eventjes schuilen. En ik hoop dat we dit... Ja, dit hebben we nu toch wel... Zullen we ze nu ontsnappen of... Ik denk dat we ze nu ontsnapt zijn. En nu zijn we nu dan echt gezocht of... Even kijken hoor. Oké, jongens, jullie zijn allemaal wel lekker agressief hoor. Probeer hier maar eens op te komen, ja, Gloria? Achter je kop eraf, ja? Hier gewoon even vast, joh. Dit is wel... Oké, mensen, jullie zitten een beetje in mijn personal space. Om heel eerlijk te zijn. Willen jullie alsjeblieft even weggaan? Oké, daar zijn dus ook nog mensen. We maken hier wel snel vrienden en zo. Dus dat is op zich best wel een... ja, goede zaak. Oké, laten we nu hier omhoog gaan. Voor mij hebben we hier wat. Iets wat we kunnen doen. Ja, check. Deze guy kunnen we even helpen. Please, Altair. I trust you're looking for information to aid you in your strike against Tamir. I fear I have nothing to offer. But Bahir might. He shouldn't be too far from here. Oké, dus we moeten in 1 minuut 7... Of in 1,5 minuut moeten we daar zien te komen. Dat moet lukken, want zo ver is het niet. Het is maar 70 meter.
Maar ja, we moeten het wel allemaal rennen doen natuurlijk, hè. Dat is sowieso, maakt het alweer iets lastiger. Maar we zijn er al bijna. De helft zijn we. Weet alleen niet waar hij zit. Oh, ik weet al waar die is. So they've sent you, eh? An interesting choice, though not my place to judge. The Rafik has asked me to observe the souk that Tamir calls home. Here's what I have learned. There's a group of troublemakers who gather around its southeastern exit. They and the guards do not get along. Find a way to earn their friendship, and they'll surely be of service to you. Okay. Nou ja, laten we nu nog even de volgende. Ja, kijk, je moet altijd sowieso even een paar matties maken in zo'n soort situaties, hè. Want hoe meer hulp je hebt, hoe makkelijker het wordt om mensen te vermoorden. En ermee weg te komen. Oké, check. Nu moeten we hier denk ik omhoog. We gaan even naar het volgende uitkijkpunt, zodat we hier dit gedeelte van de stad ook kunnen bekijken. Vanuit de map, zeg maar. En dan weten we ook precies wat we hier allemaal te doen hebben. Dus allemaal voordelen van het bekijken van de stad. Hey, sorry. Ik moest even nadenken over het knopje waar ik op moest drukken. Oh, mijn toetsenbord. En laten we weer die coole sprong maken. Die sprongen zijn wel echt sick vet trouwens hoor. Maar heel klein beetje onrealistisch. Maar wel super cool. Oh ja, dit is trouwens een luister iets. We moeten even afluisteren. Oké, we moeten even op een bankje gaan zitten. Maar ik zie geen bank. Oh, daar is een bank. Ik heb het bankje gevonden waar we op moeten zitten. En nu moeten we jullie even in de gaten. Of zijn jullie hier niet? Hoe doe je dit? Moeten we andere... Ik snap het even niet hoor. Waarom doet hij niet wat ik wil dat hij doet? Jongens, jullie moeten even gaan afluisteren. Want anders dan zitten we hier gewoon een beetje stom op een bankje voor Jan Lul. En begin dan met praten. Ik snap er echt even helemaal niks van. Oh, ik moest nog op E drukken. No, it's children. I hear them laughing. Rats or children. Either way, it's bad for business. All that noise. Someone needs to get up on those beams and clear them out. I wonder how they're getting up there. Must be through the central courtyard. Then we should ask the guard to have a look. Ah, they're all much too busy polishing the backside of their master. Oké, laten we nu dan eerst maar even wat omhoog hier. Op zich doen we het best wel goed. Ik weet niet precies waarom we alles doen en met iedereen lopen te praten, maar achter de meeste dingen zal wel een logische verklaring zitten. En we gaan weer omhoog klimmen. Helemaal omhoog. Helemaal omhoog. De toren beklimmen. En dan hebben we het derde punt van deze stad denk ik ook al bekeken. Ik denk dat we dan al best wel veel hebben bekeken. Ik weet niet hoeveel er in totaal is en zo. Dan kan het misschien wel in één keer zo zijn dat we helemaal nog niet zo heel veel bekeken hebben. Maar ja. Daar is ook maar... Nee, daar kunnen we trouwens wel op meerdere manieren achterkomen. Ik zou zeggen, er is maar één manier om achter te komen, maar dat is niet zo. Dat jok ik.
Want er zijn meerdere manieren die... Er zijn meerdere wegen die naar Rome. Wauw. Weer zo'n mooie uitspraak. Ik begin nu trouwens ook best wel een droge mond te krijgen. Ik denk dat we deze persoon nog even uit haar lijden verlossen. En daarna gaan we gewoon... denk ik afsluiten. Hoppakee, jij ook dood. Jij ook eventjes nog dood. Hallo mevrouw. Ik zie dat u hulp nodig heeft. Oké, weet je wat? We lopen nog even snel naar ons assassinsbureau. Oké, wacht. Ik denk dat dit dichterbij is. Barsync update. Ik weet niet wat dat inhoudt, maar... Het zal iets inhouden. We gaan nog even snel hierheen. Ik wil dit nog even doen. Ik weet niet wat het is, maar we doen het. Do you understand? Yes. I am to deliver the letter to your merchant friend. And you know who to see? The same man as always. Do not think to betray my presence in this city. We have many eyes, many ears. And many arms, yes. Good for silencing those who say too much. I know this well. You have my word. Good. Then be quick about it. Time is short. Ik weet niet welke kant hij op gaat. Het begint lekker, want hij gaat precies mijn kant op. Oké. Dat is ook niet echt slim natuurlijk, want we begonnen gewoon helemaal aan de verkeerde kant. Waardoor die zeg maar al langs ons moest lopen. Dat is niet echt... Dat maakt het niet echt makkelijker om iets te moeten jatten, zeg maar, van iemand. Oké, we hebben nu dat gesprek niet meer. Laten we nu gewoon rustig achter hem aan gaan. Hij is nog helemaal zenuwachtig, wat ook best wel logisch is natuurlijk, want ja, wij zitten achter de baan. En... het is gelukt. Dat, tuurlijk is het gelukt. Oké, laten we nu nog even naar ons bureau, naar Assassin Bureau gaan. Dat is volgens mij ook nog het laatste wat we hoeven te doen voordat we... kunnen we beginnen met onze... Ja, ik weet niet of het laatste is. Dan ga ik er domme uitspraken doen misschien. Ik dacht dat het laatste was. Maar ik weet het niet zeker. En we hebben ook nog een vlag gevonden. Een Saracens vlag. En hier worden we lui in elkaar gemapt natuurlijk. Maar ja, deze mensen zijn allemaal super. Zijn pakken ook altijd allemaal vrouwen, hè? Alsof ze gewoon dikke rapeplay hier gaan hebben, denk ik. Denk ik, daar lijkt het op. Laten hun het op lijken. Daar komen de volgende guards aan. Wow. Nog twee erbij. Lekker dan. Jullie gaan allemaal dood. Ja, jij ook. En jij ook, hè, vieze klooien waar je bent, hè? Een beetje komen helpen tegen een vrouw hier, hoor. Durven jullie wel? De hele stad, nou, dat vind ik leuk, hoor, dat de hele stad daarachter komt. Kan ik rustig deze vlag even pakken? Dan hebben we ook alweer twee van de 100. Wow, nou, die ga ik echt niet al... Oké, mensen, ik heb nu al besloten, dit spel ga ik niet voor de 100% spelen, want ik ga niet 100 van die dingen zoeken. Dat vind ik echt heel veel werk. We gaan er natuurlijk wel zoveel mogelijk zoeken, want ja, het is gewoon wel leuk als je er eentje vindt.
om hem te pakken, maar ga niet alle honden opzoeken om ze te zoeken, zeg maar. Dat vind ik niet een leuke bezigheid. Ja, of jullie moeten het wel heel graag willen dat... Ja, alleen als jullie het heel graag willen, dan zou ik het doen, maar... Lijkt me niet een leuke bezigheid. You as well, friend. I'm sorry for your troubles. Think nothing of it. A few of your brothers were here earlier, in fact. Oof, if you'd heard the things they said, I'm certain you'd have slain them where they stood. It's quite all right. Yes, you've never been one for the creed, have you? Is that all? I'm sorry. Sometimes I forget myself. What business brings you to the mass? A man named Tamir. Al-Muallim takes issue with the work he does. I meant to end it. I trust you have searched the area to better understand your enemy. Yes. Here's what I've learned. Tamir rules over the Souk el-Salah. He makes his fortune selling arms and armor, and is supported by many in this endeavor. Blacksmiths, traders, financiers. He's the single largest death dealer in the land. And have you devised a way to rid us of this blight? A meeting is being arranged at Souk el-Salah to discuss an important sale. They say it's the largest deal Tamir has ever made. He'll be distracted with his work. That's when I'll strike. Your plan seems solid enough. I give you leave to go. Let Al-Mualim's will be done. You may rest here until you are ready. Fast forward. Okay, leuk. Oké, we mogen nu de persoon vermoorden die we moeten vermoorden. Maar dat gaan we mee wachten tot de volgende aflevering. Vrijdag dus weer. We hebben nu namelijk al lang genoeg gegamed. Voor mij zitten we alweer 45 minuten of zo te gamen. Dat vind ik lang genoeg. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik hoop dat jullie een leuke week hebben. Vast wel. Ik heb er alle vertrouwen in. Tot de volgende aflevering. Tot vrijdag. En nee, tot woensdag waarschijnlijk. Want dan droppen we weer een nieuwe video van 911 Operator. Maar tot de volgende keer. Voor deze Let's Plays. Als jullie deze alleen maar volgen. En niet die andere. Niet 911 Operator. Nou ja, tot vrijdag. En anders tot woensdag. En nou, ik maak het er allemaal veel te ingewikkeld. Laters en tot de volgende keer. Ik hoop dat jullie hiervan hebben genoten. Dus zoals ik net al zei, laters.